Deze nieuwsuitzending die valt in de serie Weltschmerz. Een serie die ik begonnen ben nadat ik gestopt ben met drinken en waarin ik alle onderwerpen waar ik het al een keertje over heb gehad nog een keer de revue laat passeren. En het onderwerp voor vandaag is de Jezuïeten, de katholieke kerk en, daar heb ik het nog niet eerder over gehad, Martin Vrijland. Dat stoppen met drinken, dat heb ik nou iets meer dan 6 weken geleden gedaan. Rabiaat. En dat was hard nodig. Want dat deed ik veel en veel te veel. Ook wiet roken erbij. En de rest ook. Hè. Je gaat er slecht van eten. Je maakt je huis niet meer schoon. Nou ja, en dingen op sociale vlak gaan ook niet zo soepeltjes meer. Oh ja, en ik werkte niet meer. Ook niet zo verstandig. Maar dat is een ander verhaal. Dat lossen we wel op. Ik ben lekker helemaal nuchter. Ik zit nu aan de thee. Al meer dan 6 weken. En het verveelt niet, moet ik zeggen. Gewoon lekker warm water. Beetje mijn woning schoonmaken, klusjes doen in huis. Ik heb vandaag voor €96 verkocht op Marktplaats. Weg met al die spullen. Geen troep of zo hoor, dat zijn best wel mooie dingen. Maar dingen waar ik niks meer mee deed en nou, wat moet je ermee? Ik ben er bijna doorheen hoor, bijna is alles verkocht. Mooi zo. Het geld, ja, en ik leef natuurlijk heel zuinig momenteel. Doordat je niet drinkt, hè. En voor de rest doe ik ook geen gekke dingen. Ik heb ook helemaal niks nodig. Een beetje eten. Een beetje schoonmaakmiddelen. Toiletpapier. Zeep heb ik nog genoeg. Ja, wat moet je meer, hè? Ik zou het niet weten. Beetje gelukkig zijn. Maar goed. Die Weltschmerz, ja, dat is natuurlijk een beetje moeilijk om zo gelukkig te zijn in deze wereld. Want deze wereld is een wereld van smart. En van wereldsmart huilt mijn hart. Het is echt niet leuk. En wij denken dat we vrij zijn en dat we leven in een democratie. En allemaal halleluja, praise the Lord. Maar dat is helemaal niet waar. Zoiets als het Songfestival, dat was het afgelopen weekend. En zo kom ik op de naam Martin Vrijland. Martin Vrijland heeft zich daar ook aan geërgerd. Ik wist niet eens dat het Songfestival was. Ik zag het alleen maar na afloop van allemaal mensen die helemaal boos waren. Een Madonna had vals gezongen. Waarop ik denk, ja, what else is new? Ja, toch? Ik heb wel een aantal platen van haar gehad, hoor. Ik vond het wel leuke muziek. Dus. Maar het is niet van Madonna, snap je? Het is allemaal kerels zitten erachter, man. En die maken al die backtracks. Ik heb die cd van haar, Ray of Light, of zo. Ah, dat is gewoon een hele mooie backtrack. Maar daar heeft Madonna niks aan gedaan. Die schrijft een leuk liedje op. En die komt misschien met een basisidee voor een schemaatje. Zo. Maar dan wordt het helemaal uitgewerkt. En de Ray of Light is uitgewerkt door een Nederlandse man. Een Nederlandse artiest. Is mij verteld. Of het was een andere cd van Madonna, maar... Ja, Madonna is zo'n product. Ze stond eerst met de blote bibs in de Playboy of zo. En toen kreeg ze een hit. Hier. Gekkie. Je hebt ook nog zo die serie gehad. Nee, dat was een film of zo. In bed met Madonna.
seks, seks en nog een keer seks. Ja, die mensen worden er allemaal boos over. En Martin Vrijland, die zag het dan ook, hè. Het gaat alleen maar om homoseksuele mannen en vrouwen. En transgenders en ja, ze braken met de kraan open, man. En Martin Vrijland zei, dit is een uitvoering van die satanistische agenda. En dat ben ik met hem eens, punt 1. En wat mij opviel, en dat heeft hij misschien wel eerder gezegd hoor. Want ik volg hem al een tijdje. En hij schrijft dan veel, hè? Ik doe dan kletsen. En hij schrijft. Dat is ook belangrijk. En hij schrijft dan, en heeft hij het wel vaker gehad over die satanisten. Maar nu viel het me op, hij stond op Facebook, dat hij een connectie legde naar de katholieke kerk. En daar heeft hij, daar heeft hij totaal gelijk in. Dat wat ze noemen de nieuwe wereldorde, het George Bush en George Soros. Dat is een stuk theater van de katholieke kerk. Zo is dat. En ik was plezierig verrast. Niet dat Martin dat niet eerder had geschreven, maar nu viel het me dan op, kan je ook zeggen. Ik denk, hij is er ook achter. Want ik ben er ook achter dat het de katholieke kerk is. Best al een tijdje hoor, weet ik dat. En voor mij was de klapper op de vuurpijl, dat deed de deur helemaal dicht. Toen mij uitgelegd werd door deze en gene dat het hele verhaal van de katholieke kerk zijnde de antichrist, dat al in de Bijbel stond. Oh. Aha. Als je in het boek Openbaring, als je dat erbij pakt, dan wordt er in dat boek gesproken over twee kleuren die staan voor de kleuren van de antichrist. En dat is purple en purple is paars, hè? En scarlet, scharlaken. Ik zat er even bij zoeken. Kijk hoor, purple en scarlet. Dan doe ik even in de Bijbel. Zo'n Exodus. Een met een Revelation. Nieuw Testament. Nou, daar heb ik dus een beetje pech nou. Dus daar kom ik niet goed uit. Terug. Waar staat hij nou? Daar is het dan. Scarlet en Purple. Ja, het staat er echt in de Bijbel. In het boek Openbaring. Ja, staat dat, ja. Revelation 17, 4. Dat is de Openbaring. Dan pak ik even mijn mooie Statenvertaling erbij. Het zou leuk zijn als Martin dit ook luistert.
Als hij eventjes niks te doen heeft. Oké, ja, dan staat hij dan toch in het oud-Nederlands van de Statenvertaling. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken. Dus, Openbaring 17, vers 4. En daarvoor heb je vers 3. Oh, laat ik maar beginnen bij hoofdstuk 17, vers 1. En een uit de zeven engelen die de zeven violen hadden, kwam en sprak met mij. En dus een van de zeven engelen die de zeven violen hadden. En een viool, dat is een bijzonder flesje. Misschien is dat je denkt aan een heel mooi flesje voor bijzonder spul. Dat is een viool met een F, niet met een V van Victor, maar met een F van Frederik. Maar een van die zeven engelen kwam en sprak met mij en zeide tot mij, kom herwaarts. Ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest dat vol was van namen der godslastering, en het had zeven hoofden en 10 hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid harer hoererij. En op haar hoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag. Met grote verwondering. Ja, ik lees het, nou, het is wel mooi om het helemaal voor te lezen natuurlijk, maar dat ga ik een andere keer doen. Openbaring 17 en 18. Die vrouw, dat staat voor de kerk. En de wateren, staat voor mij op de volkeren. Dit is profetisch, hè? Dit is profetisch taalgebruik. Het ging niet letterlijk om een vrouw die zat op een beest, maar het waren beelden die Johannes zag. De openbaring van Johannes. En dat staat dus ergens voor. En de vrouw dus een kerk. En dan in vers 5, op het voorhoofd van die vrouw was een naam geschreven, namelijk verborgenheid. Het grote Babylon. En dan moet je weten dat de stad Babylon in de dagen van Johannes was dat al weg. Maar het fenomeen is gebleven. Het gaat om het fenomeen Babylon. En dat is de katholieke kerk. En fijn dat Martin Vrijland dat nu ook weet. Of al een hele tijd weet, dat weet ik ook niet. Fijn dat ik nu weet dat ik weet dat Martin Vrijland het weet. Oh, Martin Vrijland, voor degenen die dat niet weten. Want daar ga ik maar eventjes voor het gemak van uit. Maar Martin Vrijland, die heb ik leren kennen in, wanneer was dat?
2011 of zo? Zoiets. Misschien een jaar later of zo kan ook. Ik ben bij hem, hij woonde toen in Friesland. In Witsum of zo zat hij toen. Oudejaarsavond heb ik bij hem gevierd. Martin Vrijland hield zich bezig met al die conspiracy, samensweringstoestanden. En ik was heel geïnteresseerd in zijn verhaal. En ik vind dat hij... ik vind dat hij dat goed deed. Momenteel doet hij niet meer van die actuele dingen. Heeft hij meer beschouwende verhalen over de wereldpolitiek en... Ja, en ik ben het totaal met hem eens. En ik heb dan een christelijke achtergrond. En die achtergrond van hem, die weet ik niet per se. Maar dat maakt me ook niet veel uit, hè. Iets als de vijand van je vijand is je vriend of zo. En Martin Vrijland ergert zich ook helemaal doodziek aan die homo-agenda. En hij kwam ook op een dag thuis. Nou, zo erg is het mij niet overkomen. Maar hij heeft ook zo'n leuke scheiding te verwerken gekregen. Dat is niet te harde, man. Sprekend voor mezelf doe ik dat dan. Ik spreek niet voor Martin Vrijland. Maar echt leuk is dat voor hem niet geweest. Dat kan ik je wel vertellen. Dat soort dingen zijn namelijk niet leuk. Dat je als vader de zeggenschap over je kinderen kwijtraakt. En die vrouwen met die grote mond, dat was het dan in mijn geval. Ik spreek niet voor Martin. Zo'n vrouw met een grote mond en die neemt even de boel over. Die krijgt naar alle kanten steun. Dat is echt walgelijk. Sorry dat ik echt zei. Ik bedoelde te zeggen, het is walgelijk. En verschrikkelijk voor je kind, hè? Mijn dochter komt overmorgen bij me eten. Dan kan ik haar weer een beetje mind controlen. Ja. Een tijd lang was ik zo goed als uit het oog verloren. Ja, ik was niet meer in haar brein of zo. Ik was ineens niet meer belangrijk. Zo druk met andere dingen. En toen kreeg ik een soort van een burn-out of zo. Nou, wat moet je doen als de boel in de burn staat? Nee, is opgebrand is het eigenlijk. Hè? Maar ja, goed. Ik ben heel veel gaan drinken. Dat had te maken met de situatie met het gezin wat ik kwijt was geraakt. Maar ook met de beschouwing die ik had over de samenleving en de... Het heel beperkte begrip van de mensen in mijn omgeving voor wat er aan de hand is. Hè? Ja, man. Niet zo opwekkend of opbeurend, moet je maar zeggen. Nou, daar weet Martin ook alles van.
toen had hij een hele goede, vond ik dan, hele goede dingen uitgezocht met die verdachte dood van zo'n Marokkaans jongen van maar een jaar of 14 of zo. Die heette Anas Arouach of zo. In de buurt van Den Haag is die dood gevonden. Hij vond dat stinken, dat zaakje. En ik vind dat ook. Of vond dat ook. Tegenwoordig heeft niemand het er meer over. Ik hoop hem binnenkort nog een keer te spreken over Skype. Dat ik even bijkletsen. En misschien dat we er een uitzending van kunnen maken. Ik weet niet of, hij dat wil. Ik doe wel de opname en de rendering en de audio een beetje afstellen. Dat lukt mij wel. Ik hoop dat ik hem kan strikken. Maar dan terug naar die katholieke kerk. Hè? Dat Scarlet and Purple, of Purper en Scharlaken, moet je maar eens op letten bij die gewaden van die kerk. Die hebben dat. En het getal 10 en 7, en dat wordt ook in het boek Openbaring genoemd, dat vind je er ook in terug. Hè? Want Rome, die stad, die heeft 7 heuvels. En ze willen de wereld verdelen in 10, hoe moet je zeggen, 10 hoofdgebieden. Look het maar even op. Het getal 10 en het getal 7. De kleur purper en de kleur scharlaken. En dan zie je ook, als je dan kijkt naar wat de paus momenteel al gezegd heeft. Dat de paus heeft gezegd van nou, homoseksuele mannen die het met elkaar doen. Van die reetridders, nou, die ken ik ook, die laat ik ook trouwen hoor. Ja, dat kan dus niet. Kijk, je bent of het een of het ander. Ja. Je bent of van de Bijbel, ja, of niet. Ik kan moeilijk zeggen, ja, ik ben van de Bijbel, want dat staat zo goed. Maar ik wil wel dat die homo's ook lekker mee kunnen doen. Want dat kan dus even niet. En je kan van homo's, homoseksuele mensen zeggen dat ze ziek zijn. En in die zin zijn ze zielig. Punt. En er zijn mensen en die, ja, die weten die homoseksualiteit te kunnen oplossen. Middels therapieën. Waarbij ze ervan uitgaan dat homoseksueel gedrag het gevolg is van een jeugdtrauma. En ze hebben ongeveer bij 1 op de 3 hebben ze succes. In de zin dat die mensen er totaal van af zijn. En een normaal, gewoon seksleven gaan beginnen. Ik heb in mijn leven heb ik een aantal kennissen, misschien zelfs wel bijna vrienden, gehad. En ja, die deden het met mannen. Ik ging wel met ze om. Maar echt dikke vrienden zijn het nooit van mij geworden. Maar of dat nou te maken had met die homoseksualiteit of dat we, want niet iedereen wordt je vriend, hè? Toch?
En die Jezuïeten, om die er even bij te pakken, die orde die is gesticht in de 16e eeuw. 1534 om precies te zijn, dacht ik. En in 1540 was die officieel. Toen zei de paus, oké, jullie zijn officieel. En toen kregen de Jezuïeten de leiding over de Inquisitie. De Inquisitie namens de paus zelf, want je had ook de Spaanse Inquisitie. En daar was de Spaanse koning de leider van. En had je ook nog de algemene inquisitie en daar was de paus dan de baas. En die inquisitie die werd dan gedaan door de orde van de Dominicanen. Maar die taak werd overgedragen aan de orde van de Jezuïeten. Bizar hè, dat ze... Zo'n orde die dat dus als taak krijgt... Die gebruikt dan de naam van onze Heer, Jezus. Ik vind het bizar. Ongelooflijk, godslasterlijk. Ze hadden zichzelf de orde van de Satanieten moeten noemen. Dan had die vlag een beetje de lading gedekt. In plaats van zich te bekleden met de naam van Christus. En vervolgens de meest gruwelijke dingen uit te gaan lopen vreten. Want ze hebben wat mensen aan de andere kant van de graszode geholpen. Op de meest barbaarse en gruwelijke methode. Met de meest barbaarse en gruwelijke methode. Het was geen geintje, man. Dat was bizar. Het is heel erg wat er gebeurd is. Het is denk ik zo erg dat we dat niet onder ogen willen zien. Al die moordpartijen. En het aantal mensen wat omgelegd is, hè? Ja, dat loopt in de honderden miljoenen. Ja. Een van de laatste grote moordpartijen, één van de laatste hoor, dat was in Kroatië in 1940, 1943, een beetje in die periode. Er zijn 1 miljoen mensen, ongeveer. Waaronder een hele hoop Joden. Omgelegd. Gemarteld en gedood. Ja. En die nabestaanden van die... slagpartij. Die zijn naar het internationaal gerechtshof toegestapt. En in Den Haag. En aan het internationale gerechtshof gevraagd om... om rechtvaardigheid. Hè? Justice. Justitia. Toen heeft het internationale gerechtshof gezegd van ja, het gaat hier om een misdrijf of misdrijven op konto, op rekening van de katholieke kerk. En wij hebben geen jurisdictie over de katholieke kerk. En die uitspraak van het gerechtshof, het internationale gerechtshof, die kwam ergens in het begin van deze eeuw. 2006 of zo. Dus dan weet je hoe ongelooflijk machtig de katholieke kerk is.
De eerste president van Europa, dat was Herman van Rompuy. Dat was een jezuïet. Ik heb dat ergens zien staan op internet, meen ik mij te herinneren. Ik zou dus even aan Jurk moeten vragen, aan Jurk Liesman. Die weet het wel zeker. Herman van Rompuy heeft in elk geval gestudeerd. Aan de Katholieke Universiteit van Leuven. En daar in de buurt woont Jurk. En jullie woont officieel zeg maar, in Leuven, dacht ik. Leuven is dan zo'n conglomeraat van wat kleinere leefgebieden. In elk geval, als je richting Jurk rijdt en je gaat niet op tijd linksaf, voordat je het weet zit je in het centrum van Leuven. Bah, wat een lelijk centrum. Maar dat komt alleen omdat ik vooringenomen ben. Dat is katholiek, man. Jurk die haat het ook, hoor. Elk rechte aardmens met iets van geschiedeniskennis heeft een verschrikkelijke hekel aan de katholieke kerk. Niet per se een katholieke, maar veel katholieken weten het niet, hè? Waar hun organisatie schuldig aan is. Dus ja, wat moet je die mensen kwalijk nemen? Ze moeten maar eens gaan luisteren naar zo'n uitzending. Jurk, of uitzendingen die Jurk heeft gemaakt. Dat gaat alleen maar over de katholieke kerk, by the way. Zo'n mooi boek is er. Het heet Van Babylon naar Rome. Staat in Duits. Dat is op zijn Engels vertaald en heet het The Two Babylons. Ja, want Babylon was de naam van Babylon. En tegenwoordig is de naam van Babylon veranderd en heet het Rome. Met de Romeins-Katholieke Kerk. Een katholiek betekent universeel of globaal. Het is jammer dat wij de strijd verloren hebben. Maar het zat er, ja, het was onvermijdelijk. Het zat er aan te komen, dat wou ik zeggen. Het is onvermijdelijk geweest. Een tegenstander die zo gemeen is, zo vilijn en zo doortrapt. Ja, wat moet je er tegen inbrengen? En Frederik Tuppersoci, de auteur van het boek Rulers of Evil, die heeft gezegd van ja, een volk zo slecht als dat wij zijn kan niet geregeerd worden door een goede instantie. Wie heeft een slechte koning nodig? Per definitie. Want een goede koning overleeft het niet lang. Dat zijn de woorden van Frederik Tuppersoci. Aan jou om dat te betwisten. Ik geef Frederik Tuppersoci gelijk. Ik was een keer bij mijn moeder en die had de krant op tafel liggen. Was het de NRC of de Volkskrant? En op de voorpagina stond een klein artikeltje dat ze van zins zijn om jonge mensen van 5 jaar, 4 jaar of zo. Primair onderwijs of zoiets. Om die les te geven in het masturberen. Walgelijk. En ik wist er al van. Ik weet dat die experimenten zijn gedaan in het begin van de 20e eeuw. En die man die ook beroemd was als logicus en wiens logica verhaal ik
stuitend vond. Afreu. Ja, die heette Bertrand Russell. Die had het ongelooflijk aan de stok met Gottlob Frege. En ik ben voor Frege. Ik vind dat Frege gelijk had. En zo zie ik het ook. Maar Bertrand Russell heeft meegewerkt aan dat soort experimenten waarbij ze kinderen op jonge leeftijd op school dat ze seks gingen doen. Orgasmes opwekken en klassikaal masturberen. En toen bleek dat die mensen op latere leeftijd niet in staat waren om duurzame relaties op te bouwen. En ze vervielen duidelijk in een lagere inkomensklasse. Dat was statistisch significant. En dat kwam, wisten ze, doordat ze die kinderen op jonge leeftijd in de mooie wereld van de seksualiteit hadden ingewijd. En dat leidde dus tot economische wanorde. En dus was het experiment geslaagd. Dat laatste verbaast je misschien, maar zo denken dit soort mensen. Zo denkt Satan. Zo denkt de katholieke kerk. Dus je kan zeggen, de katholieke kerk die opereert niet alleen graag in sloppenwijken, maar ze creëert sloppenwijken zodat ze daar kunnen gaan opereren. Het is bekend dat kinderen die, doordat de gezinssituatie thuis niet helemaal je dat is, worden die kinderen uit huis geplaatst. Dan komen ze in kinderterhuizen terecht. Maar de kans dat ze daar slachtoffer worden van seksueel misbruik is 7 keer zo groot als een kind wat in een normaal gezin opgroeit. Een gezin, of normaal, als een kind slachtoffer wordt van seksueel misbruik door papa of mama of een oom. Natuurlijk weinig normaal aan dat gezin. Maar gezinnen met een papa en een mama. De kans bij je kindertehuizen en jeugdzorg is 7 keer zo groot. En dat doen die luiden graag hè, van de katholieke kerk. Daar hebben ze wel natuurlijk kapotte gezinnen voor nodig, want anders komen dat kleine grut niet bij hun aan de deur. Dat zit erachter. Anyway, ik zie dat kantartikel staan dat ze kinderen masturbatieles willen geven. En mijn zuster, 4 jonger dan ik, en die werkt in het onderwijs. En die zei, als je het betaalt, doe ik wel mee. En op zo'n moment weet ik dan niks te zeggen. Hè? Dat is denk ik maar beter ook. Ik heb het in die zin gehad met mijn familie. Ik ben die discussies beu over homohuwelijken en het nut van transgender operaties. Door mijn standpunt is duidelijk, dacht ik. En ik ga mij niet van mijn standpunt af laten kletsen. Dat kan niet. Want daarvoor ben ik te overtuigd van mijn gelijk. En iedereen die er nog wel, die mensen zien dan toch nog een reden om te gaan discussiëren van ja maar, in het geval van, puntje, wat vind je daar dan van, zo. Ik vind het. Ik vind het walgelijk. Ik vind het stom. Ik vind dat je je daarmee helemaal niet moet bezighouden.
En zeker de overheid niet. Ja, ja. En de overheid die bemoeit zich ook echt overal mee. Ja. Dus nu weer is er zo'n nieuwe wet komt eraan. Een verkrachtingswet toestand. Dat, als een vrouw beweert dat ze verkracht is, dan moest ze aan kunnen tonen dat ze zich verzet had. Ja, zo niet, dan was ze niet verkracht. Nou, dat hoeft niet meer. De man moet kunnen aantonen dat hij het haar echt gevraagd heeft. En heb je er wel zeker zin in? En, dus ja, een man moet dan... heb je waarschijnlijk zo'n wanna have sex app of zo? Dat je zo'n appje, dan doe je zo'n klik en doe je record. En dan heb je van die vragen... Do you want my body? Do you seek my sexy? Moet je dan zoiets zeggen of zo? Hè? En dan moet die vrouw dan duidelijk zeggen... Ja, ik wil. En dan moet ze ook een naam nog even noemen. Mijn naam is Gerda van de Buitenstein. Ja, schat, wil je ook even je burgerservice nummer erbij? Voor de zekerheid. Oh ja, en mijn BSN is 059-668-301. Ja, dat laatste kan natuurlijk niet, want dat is mijn BSN. En dan moet ze het nog een keer doen. En dan moet zij ook natuurlijk mee bevestigen. Een handtekening of zo. En dan dat sla je op. En dan kan je als jongen van bil gaan. Maar aan de ene kant vind ik dat wel goed. Want dan wordt het... Het devies aan jongens wordt... Dus je moet helemaal niet van bil gaan. Met een meisje wat je niet van nauwelijks kent. Ja, je leert een meisje kennen, ze zit bij jou op de honkbalclub of zo. Op de wandelsportvereniging. En nou, dat is allemaal wel leuk. En dan ga je ook door de week een keertje met z'n tweeën wandelen. En ga je andere leuke dingen doen. Een keertje samen kokeren. Nou, en dan neem je er een keer mee naar je moeder die jarig is. En dan ga je een keer met haar mee naar de verjaardag van oom Gert. En tante Gerda. Nou, en dan krijg je natuurlijk de noodzakelijke zomerbarbecue. Waarbij oom Henny dan altijd ongelooflijk dronken wordt. En tante Jannie dan al na 3 uur begint te zeuren van... Henny, dit is nou je 46e whisky. Ja, dat is in elk jaar hetzelfde. Ja, geeft toch wel weer een soort gerust gevoel, weet je. Nou, en dan uiteindelijk ga je samenwonen en nou, dan heb je een keertje seks. Met het doel van kinderen natuurlijk. Gaan we heerlijk weer terug naar die goede oude tijd. Oh ja, niet trouwen voor de gemeente, ik zou dat niet doen. Maar gewoon trouwen voor de familie. Maar wat is trouwen nou meer dan dat je een feestje geeft, hè? En met van die trouwkaartjes. Maar die kan je toch zelf maken. Jopie en ik gaan trouwen. Willen jullie komen om een feestje te komen bouwen? Nou, dan komt Jan en Alleman komt langs. Ja. Dan kan je met ringen doen en alles. Maar niet voor de wet trouwen. Heeft de wet helemaal niks mee te maken. Goed je meisje uitzoeken. Als je een goed meisje weet te vinden, dan, ja, dan heb je seks. En dat is per definitie consensueel. Want dat is omdat je kinderen wil krijgen. Omdat je genoeg geld hebt en je zal die kinderen kunnen opvoeden. Je kan ze kunnen voeden. En je wil weten wat voor kinderen dat worden, wat voor mensen dat worden. Daar ga je het voor doen. En zo'n overheid met een aangescherpte verkrachtingswet. Ja, ja.
Nou, misschien helpt het alleen maar de goede kant op. Hè? Nou, hebben die Jezuïeten eindelijk een keertje pech. De Jezuïeten zijn trouwens de militaire tak van de katholieke kerk, dat je dat weet. En ze zaten achter de Tweede Wereldoorlog. Op alle fronten dus. Hè? Adolf Hitler was door hun aangestuurd. Jozef Stalin was door hun aangestuurd. Die vent er in Engeland, Churchill, Winston. En die man in Amerika, Roosevelt. Allemaal aangestuurd door de katholieken. En de Jezuïeten hadden een leidende rol. Een belangrijke rol hadden ze. En de huidige paus is een Jezuïet. Franciscus de Eerste. Die was hoofd van de Jezuïetenorde in Argentinië. Nou, dan heb je het ver geschopt hoor, in die organisatie. Neem dat maar van mij aan. En de enige remedie die er is, is dat jij en ik, ik doe het al een tijdje, dat je je Bijbel gaat begrijpen. Want daar staat het antwoord in. En pak dan niet zomaar elke Bijbel, maar hou je bij die twee Bijbels. Hier in Nederland dan, hè? Dat is de King James, want je kan toch Engels? Nou dan, de King James uit 1611. Kost €8,95 hier om de hoek bij de fakkel. En heb je hier ook nog de Statenvertaling. En met die ouderwetse die ik dan heb, die is maar €14,50. Heel handzaam boekje. Hij is iets kleiner dan die King James die ze daar verkopen voor €8,95. Maar ja, die King James, dat is de Engelstalige. Dat is een veel groter gebied, hè. Taalgebied, hè. Dus die oplage is veel hoger. Daarmee navenant goedkoper. Snap je? Begrijp je Bijbel. En word wakker. Kijk, die Jezuïeten komen toch wel achter je aan. Ja. En of je gaat met ze meedoen en dan ga je dood. Of je doet niet met ze mee en dan ga je dood. Maar in beide gevallen, ja, ze zullen je achterna komen. Of je doet met ze mee. En als je met ze mee gaat doen, ja, dan ben je geestelijk dood. Dat is misschien al wel erger dan dat ze je vermoorden. Snap je? Want er is een strijd gaande in deze wereld. En die strijd is niet tussen wezens van vlees en bloed. Het is een strijd van. Hoe zat het nou? Ik pak hem er even erbij en dan ga ik hangen. Kijk, dit is dan een battle of principalities. Zo. Hoop dat ik hem kan vinden. Principalities. Efeze 6. Pak je even mijn King James. De microfoon bijstellen. Efeze. Dus 11:45. Ja, het zijn een paar pagina's hoor, die Bijbel. Het is de zendbrief van apostel Paulus aan die van Efeze. Wat is het? Efeze 6, vers 12. Daar komt hij.
Want we hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Jo. Is toch een mooie om mee af te sluiten. Dit schreef Paulus, hè? Dat is een behoorlijke brief, hoor, die hij schreef. Wat, hoeveel pagina's is er van die? 1145 tot met 1145. Vijf pagina's Bijbel. Dat is een behoorlijk lange brief, lijkt mij. Hij heeft hem wel langer geschreven, hoor. De Filippenzen, dat zijn maar een paginaatje minder. En de Colossenzen, ja, dat is ook een kleintje. En de Thessalonicenzen, wat was dat? Oh ja, die heeft nog de twee Thessalonicus. Die zijn niet zo lang. Dan heb je Timotheus, heeft hij ook twee brieven aangeschreven. Zo mooi, hoor, die brieven. Dat is mooi, er staat hier de zendbrief van den apostel Paulus aan Filemon. Filemon, zo had mijn zoon geheten. Ja, zo heet hij eigenlijk. Die is vermoord. In de buik van zijn moeder. In opdracht van zijn moeder. Hey, reuze bedankt voor het luisteren. Kijk, als je het over jezuïeten hebt, is je niet per se leuk. Niet per se gezellig of zo. Maar je moet het er wel over hebben. Want het is het kwaad. En een gewaarschuwd mens stelt voor twee. En een ongewaarschuwd mens... loopt dus een groter gevaar. Want je weet niet tegen wie die zich moet verdedigen. En dat is gevaarlijk in deze tijden, waarin de oorlog gaande is. Ja? Nou. En dan zeg ik uit respect voor jullie, vanuit Arnhem, aan de Rodenburgstraat, vlakbij de Rijn, op zijn Hamburgs. Tjus! En dag, lieverds.